Maar ik ben wel benieuwd om je moeder te ontmoeten eigenlijk. Ja, nou dan ga je toch het een keertje mee. Ja, ja. Naar het clubhuis. Ja, naar het clubhuis. In het begin was Demi heel verlegen toen ik daar thuis was met de kennismaking. Maar gaandeweg komt ze een behoorlijk los. Ja, daar. Ik doe dit vanaf mijn 16e, dus dat is al een aardig tijdje. Ongeveer 20 jaar. Grapje. Iedere week doet een van onze jongeren een leuke activiteit met een oudere. Hoi, ik ben Celin en een van mijn grootste hobby's is theater. Dus daar ga ik vandaag naartoe, samen met Carla. Hoi, ik ben Hallo, Celin. Hallo, en ik ben Carla. We gaan naar het theaterstuk Moeders. Heeft u er zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Laten we gaan. Ja, het is wel druk. We moeten die kant op lopen, denk ik. We kunnen gelijk doorlopen naar het theaterstuk. Dus iedereen die ervoor komt. Heeft u uw moeder nog? Ja, mijn moeder is pas 91 geworden, 7 december. Wow. Toen is ze daarna, kort daarna, nog verhuisd. Want ze gaat dus op de club waar ik dus nu ben. Ja, en dat is voor ouderen, toch? Het is voor ouderen, Surinaamse ouderen. Oh, dus u doet nog wel veel dingen met uw moeder, of niet? Of, ja, omdat ze natuurlijk op die groep, in die groep is. Mijn moeder is 49. Ja, dan wordt dit jaar 50. Ja. Ik ben Anita en ik ben big sister van Demi. Big sister is iemand die op vrijwillige basis activiteit onderneemt met een minderjarige die soms wat problemen heeft qua gedrag, soms qua aanpassing. Hoi! Hoe zie jij er mooi uit? Ja. Ga mee. Moet je nog wat zeggen tegen mama? Nee. Ik heb geen idee hoe laat het wordt. Ja, dan komen we dan. Oké. Okay. Veel plezier. Oké. Okay. Doei, tot straks. Ik ga even bij je. Het is voor Demi even dat ze alle aandacht voor zichzelf alleen heeft. Dat vindt ze erg lastig om dat te delen met de broertjes. En daar kan ze soms niet altijd even goed mee overweg. En ja, bij mij heeft ze de aandacht één op één. Dat is voor haar even prettig. In het begin was Demi heel verlegen toen ik daar thuis was met de kennismaking. Maar gaandeweg komt ze behoorlijk los. We spreken vaak op maandagmiddag af en dan is het voor een uurtje een stuk fietsen of gaan knutselen. Kinderboerderij bakken, koekjes bakken en dergelijke. En in de vakantie pakken we meestal een middag of een hele dag. Anders heb je straks een taartje met één groot stuk. Dat is niet zo anders hier. Kijk even waar je mes zit. Heb je hem geroerd? Ja. Doe ik de suiker en roer jij hem door? Ja. Nou moet je even stoppen. Nou moeten we stoppen, kijk nou dan. Nou moet je even stoppen, want er hoort ook gewoon een bloemetje bij. Hè? Maar als een van de meest gewaardeerde vrijwilligers van Big Brothers Big Sisters wil ik je in ieder geval vandaag hartelijk danken voor de inzet van jou voor de afgelopen jaren. Ja, oké, okay. Dus, hartstikke een bloemetje. Voor alles wat je voor ons doet. Ja. Er hoort een kus bij. Zo. En jij natuurlijk ook. Ja. Kijk naar Alsjeblieft. Dankjewel. Kijk. En ik had ook hier een mooi plekje voor vind. Kijk eens. Ja. Heb je het goed door? Ja, eentje uit te gemeen. Ik wens jullie nog heel veel plezier. Hey, dankjewel. Ja. Ga lekker. Je hoort nog hoe ze smaken. Dat doen we zeker. Dat is makkelijk. Als ik zie hoeveel plezier zij ervan heeft, dan heb ik het. Dan beleef ik er ook plezier aan. Ik vind vaak dat kan betekenen voor zo'n kind, maar ook voor het gezin zelf.
bedoel, met de ouders is er een goed contact en die vinden het ook hartstikke leuk en fijn dat het, dat het gebeurt. Die hebben er ook zelf om gevraagd van, goh, is het, zou het mogelijk zijn of Demi gematcht kan worden? Nou, en als ik dan ook zie wat voor medewerking ik daar dan ook krijg, ja, dat is gewoon leuk om te zien. Mag jij eerst een hapje nemen? Eén. Ook wel twee. Pak hem even met twee handen. Ja, klaar. Ja, zak het ook eens. Lekker, hè? Welkom bij mijn sportschool. Kom binnen. Goedemorgen. Heb je er zin in? Ja? Ik ben Beb en ik heb een eigen sportschool. Ik ben sportschool-eigenaresse en ja, passie is mijn sport, mijn leven. Ik doe dit vanaf mijn 16e, dus dat is al een aardig tijdje. Ongeveer 20 jaar. Grapje. Ik ben nu 52 en ja, zonder sport, ik kan niet zonder sport. Ja, je kan het bijna niet beschrijven, maar sporten, dat is voor mij... Als ik niet zou sporten, dan zou het voor mij ook eigenlijk niet meer hoeven. Het is echt, ja, alles, weet je, ook, maar ook de mens om me heen. Daar word ik ook gelukkig van. Ik krijg er heel veel energie van. Als er bijvoorbeeld een mevrouw binnenkomt die bijvoorbeeld veel te zwaar is en die dan zegt van ja, ik kan niet meer, wat moet ik gaan doen? En dat je die dan kan helpen, dat is gewoon heel leuk. Of iemand die gestrest is, rotbanen hebt en dan op de sportschool komt. En zeg, oh Beb, ik kan niet meer. Ik zeg, joh, lekker er tegenaan. En dan komen ze weer ja, fluitend de sportschool uit. Dus dat is gewoon mooi. Dankjewel. Alleen maar vrouwen. Ja, we hebben alleen dan wel één man, dat is mijn zoon. Ik heb je die net weg zien gaan, of niet? Nou, die staat van 12 tot 4. Tussen de middag, die is fysiotherapeut. En ja, fitness A en B heeft hij als papiertje, sportmasseur. Dus ja, die komt hier dan gewoon, weet je wel, lesgeven. En dat vinden de mensen niet erg. Alleen hij mag komen. Zo, goedemorgen dames. Hebben jullie er zin in? Ja. Zoals jullie zien, heb ik de step zo gezet, hè? Oké, we gaan er tegenaan. Jullie weten, het is een buik, billen, benen les, hè? Oké, daar gaan we. Een 4. Een 3. 2. Tappen we op de step. Tap de step. 4. 3. 2. Hakkenbeel. De mensen. Weet je wel, dan komt er bijvoorbeeld iemand binnen die bijvoorbeeld ja, super dik is of helemaal niet gelukkig is en die komt dan sporten. En dan zie je gewoon de mensen veranderen, de houding. Weet je wel, eerst lopen ze zo en dan gaan ze rechtop lopen. Ja, en ook die buitenlandse cultuur is natuurlijk toch wel heel erg leuk. Ik heb eens een keer gehad, er was een mevrouw die was, ja, die kon geen woord Nederlands en die moest van de dokter gaan sporten. Ik zei, nou, dan beginnen we met de fiets, rustig opbouwen. Nou, die mevrouw kon echt helemaal niet fietsen. Ben ik 3 dagen lang, ben ik bij haar gaan staan. Heeft ze elke keer gefietst, een half uur. En dan weer proberen en weer proberen en weer proberen. En ineens had ze het door. Toen heeft ze een maand lang alleen maar op die fiets gezeten. Dus dat was wel leuk. Ik zei, ja, maar we hebben ook nog andere apparaten. Nou, ik zeg, zullen we dat ook gaan proberen? En ze is nog steeds lid. Dus ja, dat is leuk. Hallo. En het allerleukste en het aller, ja, hoe zeg ik het netjes in het Nederlands, ja, dat ik er heel erg blij van word, is als ze naar beneden gaan, want wij hebben natuurlijk boven de aerobicszaal, dat ze bijna de trap niet af kunnen. Dan heb ik zoiets van, dat vind ik leuk. En dat ze me dan de andere dag opbellen van, Beb, wat heb je nou weer gedaan? En dan voel ik me gewoon gelukkig. En hun ook, hun zijn ook gelukkig. Dus dat is wat ik leuk vind. Kom lekker sporten. Het is gewoon zo goed voor je. Je wordt er gelukkig van. Geestelijk is het lekker en lichamelijk is het lekker. Dus ik zou zeggen, kom op. Kom op nou.
in de agenda van deze week. Heeft u interesse in de Tweede Wereldoorlog? De Kunsthal heeft een mooie expositie met 100 bijzondere voorwerpen. Raaf heeft binnenkort de allereerste editie van het Raaf Cabaret Café. Lekker lachen met nieuw cabarettalent. Of heeft u zin om een mooie film te zien? In War Horse zien we de Eerste Wereldoorlog door de ogen van een paard. Een film over geluk, vriendschap en veel avontuur. Ja. Het is echt leuk hoor. Ja, het is echt. Het is wel geraakt hoor. Ja, zeker. Ben je Iraans? Nee, ik ben Turks. Dus een beetje hetzelfde. Ik begreep het ook. Ik begreep Iraans, ja. Mijn moeders beste vriendin is Iraans. Ja. Dus wij. Je blik is Iraans? Gericht naar jou? Ja, ik zag het. Maar ik begreep wel sommige dingen. Oké. Wat vond u van de voorstelling? Nou, echt vond het leuk. Want hun hebben verteld over de dood van een moeder en nog steeds huilen ze erover natuurlijk, ja, logisch. Ja, ja. Maar dan heeft u wel echt een groot geluk dat uw moeder eigenlijk heel mooi is. Het is mooi, genade. Het is niet, ja, niet dat ze geluk, maar mooi. Genade. Maar zo want mooi. Mijn vader was 75 toen hij overleed. Dat is echt jong. Hij is jong. Ja, heel is jong. Overleden. Terwijl, en ik vond het heel erg toen de tijd, omdat ik vond van ja, mijn vader heeft hard gewerkt. Weet je, hij kwam hier naar Nederland, yeah, en ik had eigenlijk gehoopt dat hij ouder zou worden. Dat had ik gehoopt. Maar hij werd plotseling ziek en hij overleed. Plotseling? Ja, plotseling. En kijk, mijn moeder die is er nog en ze, ja, is 91. Zo, 91. Ja. Maar ik ben wel benieuwd om je moeder te ontmoeten eigenlijk. Ja, nou dan ga je toch eens een keertje mee. Ja, ja. Naar het clubhuis. Ja, naar het clubhuis. Ja, doen we. Ja, oké, okay, ja, nou, hartstikke leuk. Ja. Voilà, ik vond het heel erg gezellig. Het was een leuke voorstelling. Een leuke verhaal van uw moeder. Ik ben benieuwd tot het clubhuis. Tot volgende keer, ja. Tot gauw. Het was een leuke voorstelling. Tot bij het clubhuis. Doei! En de stelling van deze week is: jongeren moeten vaker naar ouderen luisteren. Oh ja, ligt eraan waar het over gaat. Ik vind wel dat het nodig is. Nou, tot op zekere hoogte. Ik denk het wel. Dus jongeren naar ouderen luisteren is altijd wel een goed idee, denk ik. Nou, omdat je anders de verkeerde pad op gaat. Ouderen zijn gewoon veel, in hun hoofd zijn ze volwassener en weten ze meer dingen te doen. Wij zijn wel van kort houden en regels zijn regels. Ja is ja en nee is nee. En dat zou meer moeten gebeuren, denk ik wel. Dan zeggen ze, doe dit en dan doe ik precies tegenovergestelde. Het gaat automatisch. Ik denk dat we allemaal onze kwaliteit hebben. Alleen hebben wij misschien iets wat meer levenservaring. Als het over levenservaring gaat, dan vind ik dat ze er wel naar moeten luisteren. Omdat ouderen natuurlijk wat meer levenservaring hebben. En de jongeren die hebben een frisse blik. Dus we kunnen elkaar best wel wat leren. Als ze een argument hebben ja, wat raakt of waar ze gelijk in hebben, moet je dat ook volmondig kunnen toegeven. Ik ben José van Rosmalen. Ik schrijf regelmatig columns voor Bij Rotterdam over maatschappelijke onderwerpen, culturele onderwerpen, persoonlijke onderwerpen. En u kunt al mijn columns terugvinden op www.wij-rotterdam.nl. Ik hoop dat u zo regelmatig komt kijken.